Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe dag. Ik heb weer niet geweldig geslapen. Dat was ook deels de keuze, want op een gegeven moment was ik wakker. Toen was Jeff ook wakker en toen spraken we uit hoe blij we met elkaar zijn. En dat was best een heel gesprek. Het was wel leuk. Wel fijn dat we het over hoeveel we meegemaakt hadden en hoe blij we met elkaar zijn. En hoeveel geluk we hebben dat we elkaar gevonden hebben. En dat het allemaal zo goed gaat en goed gelukt is. Het is wel een leuk gesprek, maar ik kon niet heel goed slapen en ik lag ook weer niet helemaal goed. Dus ja, maar goed, ik ben wakker en ik vind de sneeuw nog steeds heel mooi. Ik heb mezelf vandaag beloofd om naar buiten te gaan. Kijk hoeveel sneeuw er nog steeds ligt. Ik vind het echt zo bijzonder dat je gewoon meerdere dagen zo wakker wordt. Heel cool. En die sporen van de vogeltjes, echt te cute. Would you just look at that? I like it. Hey, hallo en welkom bij mijn lunchmoment. Ah, yeah. Jeffrey heeft een soepje. Ik vind het wel leuk dat we samen lunchen. Echt een leuke collega ben je. Technisch gezien zijn we bij het tuincentrum ooit collega's geweest. Dat was een aparte ervaring. Mijn moeder kijkt me nu aan. Waarom vertel je dit? Ik heb een soepje. En vegan kruidenboter en crème die ik gisteren gemaakt heb met havercrème fraîche. Met komkommer en tomaatjes, want het moet natuurlijk wel een feestje blijven. Haha. En de hondjes zien eruit alsof ze ook zin hebben in iets te krijgen. Maar zo zien ze er eigenlijk altijd uit. Oh my god, eindelijk. Oh, ik wou zeggen, eindelijk kan ik het filmen. Ik zag in mijn laptopscherm aan elke bol, nou, hingen bijna wel twee vogels. Ja, je zag nog. Ze zijn echt camera-schuw, zodra ik me omdraai. Ik denk dat ze meer bewegingsschuw zijn, dat ze jou zien bewegen. Ja, oké, dat is waar. Misschien moet ik nog langzamer. Oh ja, daar komen ze. Oh ja. Zo, was niet alleen lunchtijd voor mij, of wel? Ik denk dat ze ook een klokje hebben gezet, dat ze dachten, yo, het is 1:30. Bikken. Kijk hoeveel vogeltjes. Echt cool. Zoveel. Hierboven ook nog 1, 2. Kijk, ze gaan, joh. Ik denk dat die bollen over een uurtje helemaal klaar zijn. Nou, wordt in ieder geval gewaardeerd, hè. Top. Kijk, ik ben weer verwend door Jeff, die nu een paardje buiten gaat zetten. Eentje staat er al. Waar is die gebleven? Daar spot je een paard. I didn't lie. Die kleine drukt onder het werken door de hele tijd tegen mijn ribben aan. Ik voel er echt gewoon hier tegen mijn rib aankomen. Zeker als ik voorover zit. Dus dat is wel af en toe even. Ja, ik ben soms echt even aan het puffen en opnieuw adem aan het halen. Dat ik denk, oh, ze zit wel lekker de boel te benauwen. Maar ja, dat mag, hè. Daar is ons baby voor. Maar het schijnt wel bij 36 weken. Ik ben nu dus 31,5. Bij 36 dan schijnt ze in te dalen. Dus dan komt ze iets lager te zitten. Dus het is een bekende zwangerschapskwaal. Dus dan kun je weer wat meer lucht krijgen. En ben je weer wat minder benauwd. Maar het valt me wel af en toe op. Dat ik denk, oh ja, ik voel hem. Dus dat. Ik ga straks mijn rustmoment in. Ik moet er nog best wel aan wennen. Want ik heb natuurlijk sinds gisteren echt, zeg maar, dat ik die, ja, dat extra uur doorbetaald pauze heb. Het is wel wennen of zo. Dus, maar het bevalt wel heel goed. En ja, ik vind het wel lekker eigenlijk. Dus we gaan straks Meredith voor site kijken. En dan lekker chippy eten. En ze zijn nu de paardjes buiten aan het zetten. Zo'n leuk gezicht. En ik wil eigenlijk ook in mijn uurpauze dat ik in ieder geval even een rondje om het huis heb gelopen in de sneeuw. En misschien wel een baby sneeuwpop gemaakt. Maar dat is afhankelijk van hoe de sneeuw erbij ligt. Maar ik denk dat het nu wel kan. Het was eerst poedersneeuw, maar ik denk dat het nu best wel wat dikker is. Wat een leuke jongetje, zeg. Gespot. Ja! <Yeah! laughs> Dat
Tijd voor het rustmoment. Lekker wandelen met Larvie in de sneeuw. Ik vind het zo vet hoeveel er ligt. Holy moly. Kijk net kou. Ik ga hem halen. Lekker door de sneeuw. Cute. Ik wil zo even de ijspegels filmen. Er zijn gewoon ja, hier zijn sowieso kleine ijspegels. Maar daar om de hoek zijn er echt vet veel. Grote. Dit is een klein beetje. Ja, ik wil zo'n grote ijspegel pakken. Oh, we gaan een grote ijspegel pakken. Ja. I like it. Het kind in mij komt weer naar boven. Veel te lang niet buiten geweest. Het valt eigenlijk nog wel mee qua kou, hè? Huh? Ik vind het wel meevallen qua kou. Het is niet warm, maar... Kijk! Het is hier helemaal van het dak afgevallen. Oh ja. Kijk! Een soort tunnel bijna geworden. Oh, hier zit ook een grote. Cool. Wow. Kijk hoe... Holy shit. Kijk hoe diep. Oh. Kijk hoe diep. Echt leuk. Oh, daar ook een. Kijk hem gaan. Kijk hem gaan. Jongen. Oh. Echt leuk die sneeuw. Ja, hier. Wacht. Oké. En deze lichtbedden. Check even. Niet hier wel. Oké. Oké. Zo'n mot. Oeh. Holy shit, wow. Messen, ja. Kijk hoeveel, ja. Eerlijk, als je die op je nek krijgt. Ik ben niet blij, hè? Holy shit, juist goed. Kijk hoe scherp. Holy shit. Oh, mag ik eens voelen? Ah, ik schrok ervan, ik brak af. Holy shit. Cool zeg. Kun je echt iemand mee vermoorden hoor, met zo'n stekel? Nou, ik denk wel dat hij afbreekt door de lichaamswarmte, maar... Nee, niet gelijk, ja. Oh, hij breekt uiteindelijk af als je... Kijk. En toen veranderde Jeffrey in een ijspegel worden. Seems normal. Oh, echt zo leuk hoe het er allemaal uitziet. Echt cool. Echt leuk. En check deze ook even. Check dit, het is echt gewoon een kussentje geworden. Wie wil erop zitten? Lekker kussentje. Kijk eens wat een lekker vachtje deze hebben. Niet normaal. Hé. Hey. Dit is echt heel dikkie. Ja. Lekker vachtje wel. Check even hoe lekker. Ah, jullie zullen het niet koud hebben, toch? Ik denk het niet. Ah, schattig. Dat is een hondje stikken. Hey. Wel cute, kom weer helemaal uit. Ze denken waarschijnlijk dat we eten krijgen. Yeah. Of dat ze eten krijgen. Of niet soms. Echt leuk. Hey. Zo. Hoe? Vecht hier zo. Ja, je moet een manier vinden om warm te krijgen, hè? Jij bent ook zo'n lekker donsje. Zo'n lekker donsie. Stel die ik stel de scherm aan mijn neus. Ja. Oh, hey, hallo. Je wil een andere manier. Volgens mij waren ze allemaal geholpen, maar. Volgens mij. Bij de konijnen af, hè? Andere manier om warm te zijn, hè? Nee. Ik had hem net uitgezet en toen ging hij niezen. Oh, wat schattig. Snuitje bijna. Eet hij de sneeuw? Nee, dat is maar... Hij wil de handschoen opeten. Hij wil de handschoen. Auw! Oh, hij bijt gewoon vol in die handschoen. Het is niet eetbaar. Alles was. We gaan bij de paarden kijken. Ja. Dag geitjes, dag. Wat een mooie peren, zeg. Wat een mooie peren. Oh, kijk dit.
Niet normaal, joh. Kijk hoe diep. Hey! Zo vet. Hey! Hoi, Cassie. Hallo. Hey. Hallo daar. Drie op rij. Hallo. Zullen we weer naar binnen willen? Om te fretten. Of niet dan? Of niet dan? Oké, Jeffrey gaat iets raars doen. Doe maar. Ja hoor! Nou, wat schattig. Ollie kwam hem redden. Ik geef foto's maken. Ollie wilde je redden. Ollie wilde me redden. Ze kon heel veel over met je face first. En ik voel niks aan pootjes. Het is ook echt iets wat jij doet. Wat wel leuk. Oh, ja, dat was wel leuk om te zien. Ik heb de foto's, jongens. We hebben de foto's nog. Oh my god. Ja. We gaan weer naar binnen. Wel echt lekker zo'n wandelingetje buiten. Echt mooi die sneeuw ook. Ik vind het echt leuk. Daar ook helemaal dik laag. Niet normaal. Deze ook echt bizar. Ik vind het echt cool ook dat het zo lang blijft liggen. Normaal gesproken heb je dat echt niet snel in Nederland. Oh. Ah, ja, klop je maar eerst even af. Nou, dat was maar weer de sneeuwwandeling. We zijn denk ik een half uurtje buiten geweest. Dat was wel lekker. Ik heb nog geprobeerd om een sneeuwpop te maken, maar... Oh, wow, sorry. Ik zat naar de geit te kijken, die wilde het trappetje op en toen gleed hij uit. Maar het is toch te poederig, de sneeuw. Dus je kan er geen sneeuwpop van maken. Oh, knijp je het fijn. De bal blijft zeg maar een beetje hetzelfde, omdat je het steeds dus weer eraf knijpt. Dus, oh, wat stout. Die geiten zijn van die schors van de boom aan het eten. Was niet de bedoeling. Daar gaat de boom niet goed op. Wat ik wel echt schattig vind, is hier zie je die geitjes. En die paarden die kunnen dus vet goed met die geiten. Die vinden het heel gezellig en zo. Dus die zitten lekker bij elkaar. Groepsdiscussieuurtje. Dan zit iemand tegen mijn benen aan te trillen. Ben je aan het trillen, Lily? Heb je het koud van buiten? Dat snap ik wel. Warm worden. Yeah. Ja. Nou, gelukkig heeft hij lekkere dikke vacht. Zit wel goed, hè, Leo, met je vacht. Ja. Yeah. Ja, ja, Leo. Zal ik deze wegtrappen? Oli. Doe eens los. Kom maar geven. Los. Jeet. Echt net een kind. Echt zo schattig. En maar los. Oli. Kom maar geven. Ik heb hem niet. Kom maar geven. Lily? Ollie? Kom maar geven. Nee? Geven. Kom maar geven. Los? Goed zo. Je bent ook net een pup, jij hè? Oeh. Ik kan echt niet gooien. Nou, dat was een bier. Wij gaan nog even laatste half uurtje chillen op de bank, denk ik. En dan bel mijn manager en dan zit mijn werkdag er al op. Ja. Hola. Ik heb trouwens, ja, ik heb hetzelfde aan als gisteren. Ik zal mijn geluid even uitzetten. Ik had hem even aanstaan omdat ik nog moest bellen met mijn manager aan het eind van de dag. Dat is prima. En ik heb je uitgezet. Ja, we hebben net een vlogje van Monica Geuze gekeken. Ik en Jeff. Ben je het daar niet mee eens? Vertel het maar. Wat is je probleem? Wat een mooie puinzooi heb jij net gemaakt, Olly. Echt leuk. Heel dankbaar als je een nieuw speeltje krijgt. Dat is wat jij doet, hè?
Meestal maak je het meteen kapot, ja. Want waarom zou je hem heel houden als het ook kapot kan, hè, Oli? Hé, Leo? Gezellig hoor. Kijk me niet eens aan als ik tegen je praat. Joh, potverdikkie. Nou, ik ga vlog editen. Dag, Lidl. Wil je nog iets zeggen? Oli, wil je nog wat zeggen voor de vlog? Oké, bedankt voor je bijdrage. Doei! Hoi, hoi. We hebben gebakken aardappeltjes. Ik met vegan kip en persiebonen gegeten. Dat was lekker. Met saus. Met marjolein en ketchup. En dan heb ik nog een toetje genomen. Oh, ik moet ze nog even in de koeling zetten. Deze twee koekjes. Toetjes. Ik zei koekjes, maar ik bedoelde toetjes. You get the point. En ja, dat. En nu ga ik slapen, want het is 6:10. En ik heb het wel weer gezien. Ik heb gisteren ook niet heel goed geslapen. Dus ik dacht, ik wil morgen wel weer stralend aan de dag beginnen. Aan mijn laatste werkdag hier. Want waarschijnlijk gaan we morgen eind van de dag naar huis. Als er in ieder geval treinen goed rijden. Ik denk het inmiddels wel. Maar you never know. Of we gaan vrijdagochtend. Maar even aanzien. Vrijdag heb ik in principe een film vrijdag. Dus ben benieuwd. Wordt vervolgd. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken voor vandaag. En kijk of lekker verder of tot de volgende vlog. Ga jij nog wat zeggen, Piet? Doei. Doei. Tot de volgende. Dag, lekker ding. Tot de volgende. Joejoe.